groot. Hoi allemaal op groot. Dit is de review van het, zo. Van het Mario Kart stuur voor de Nintendo Switch. En je kan sturen. Dus kijk, je kan dus zo kan je dus samenstellen. Maar het tof is, kijk, nu in plaats van dat je op A drukt, kan je dus ook gewoon het gaspedaal indrukken. Dan geeft hij gas. Maar ik laat jullie een kleine demonstratie zien. Dat je dus, ja, gewoon dus kan gassen en remmen. Dat dat gewoon altijd werkt. Want wat ik dus dacht, waar ik dus bang voor was, toen ik het stuur ging uitproberen. Ging bestellen bedoel ik. Dat de gas- en rempedalen misschien op Mario Kart niet zou werken. Omdat je normaal gesproken wel die kleine stuurtjes hebt. Voor Mario Kart. Bijvoorbeeld ook of je kan met die pro-controller. Kan je dan ook zo sturen zonder dat je deze doet. Maar ik was dus bang dat gas dat dan vanzelf zou gaan. Maar gelukkig, of aan moet drukken, maar gelukkig werken de mandalen gewoon. Ik kan het laten zien. Dan doe ik even een makkelijke paal en ik ga hem pushen. Denk ik. En er zit hier een opnameknop op. Minknop, plusknop, homeknop. Alles zit erachter. Dit is normale knoppen. ZL, ZR. Die achterknop is deze kant. De rechterkant is voor te driften. En links is om items af te vuren. Ik ga nu beginnen. En de toeter. Pedaal werkt. Zie je? Dus, en zo drift ik dan. Maar je kan ook die knopjes van ZL en ZR gebruiken. En het werkt heel goed als jullie zien. Ah, shit. Dus ja, zo doe je dat. Ik moet nog een klein beetje uitvinden. Ja, het gaat nu al zitten. Als ik ook niet de werelds beste Mario Karter ben. De ene beste. Maar, nee, ga pas. Maar in ieder geval, ja, het is wel heel tof. Je hebt twee versies. Eentje voor kinderen. De goedkopere versie die kost €60 en deze kost ongeveer 100 euro. Dus dat valt op zich ook wel mee. Ik krijg een heel tof Mario Kart stuur ervoor tenminste en alles werkt op zich ook wel goed. Het is wel lastiger dan normaal racen. Ja. Hallo, leuk dat jullie kijken naar deze video. Sorry dat er geen outro is. Ik was de video aan het editen en toen zag ik dat er geen outro was. En toen was er geen outro. Meer video's komen eraan. Tot de volgende. Doei. Hoi, ja, dit is Sebastiaan. Hoi, ik ben vandaag aan het filmen.